Ja, ik zit er weer een beetje van in lappenmand. Ik ben net uit mijn bed en het is verdikken me al. Ik moet al tegen 3:30. Maar het boeit me allemaal niet. Ik hoef er voor niemand in. Nee. Ik hoef er niet specifiek eruit. Ja, mijn mannetje. Ik ben er zo blij mee, hè. Maar het doet zeer. Ja. Het is gevoelig, vooral als je de kleding tegenaan hebt. Dus ja. Allemaal voorzichtig afdekken en even koffie, ja, koffie. En ik heb post door te nemen. En we gaan toch, ondanks dat ik daar wat pijn heb en dat ik misselijk ben, gaan we toch straks weer eventjes op die ladder klimmen die achter me staat. In de kamer en ik ga toch eens beginnen om wat slingers weg te halen. Want ik heb er meer nog van. Maar komt goed. Ja, koffie. Ik hoor een ander. Oh, nee. Politie. Ah, op televisie. Ah. Gezellig. Nou, mijn hondje is nog buiten, dus ja. Laat ik daar maar even staan. Hé, meisje. Hallo, mijn prinsesje. Mijn prinsesje zit hier op de stoel. Hé, schatje, ja. Hé, die is lief. Hé, ja, miauw, hè. Jupper de diggie. En die andere, die blijft maar ziek, hè. Die is ook al halverwege vorig jaar al gaan niezen en gaan proesten. En daar is ze nog mee bezig. Ja, en buiten komen wil ze bijna niet, dan denk ik het hoog noodzakelijk. Dan komt ze buiten. En voor de rest blijft ze binnen. Jij, schat. Ja. Ja. Oh. Nou, jullie horen het denk ik wel. Oh, zo vol zit ze. Maar ja, wat doe je eraan? 2 keer niks. Ja, neusje schoonhouden. Nou ja, en dat mag ik niet, maar ik heb gezien, ze doet het zelf wel, dus ja. We wait, hè. Ik zal kijken wat mijn hondje uitspookt. Kom jij weer binnen? Kom je binnen? Het is koud, het is vies, het is nat. Nee? Nou, doe ik de deur dicht. Ik stook niet voor de buitenwereld, nee. Echt niet? Denk jullie ook niet? Nee. Maar in ieder geval, ja, ik ben ook niet opgemaakt en dat doet er ook lekker niet toe. Lekker peu. Ja. Dat er geen zin in. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, het is vandaag dinsdag, 23 januari. Hoe bij jullie het is, weet ik niet. Ja, ik kan bij jullie wel mooi weer wezen, wat weet ik ervan. Het is hier in ieder geval weer slecht weer. Het regent iedere keer. Het is koud, het is winderig. Het stormt weliswaar nog niet, maar het is wel koud en winderig, ja. Het is gemeen waterkoud. Maar wat doe je eraan? 2 keer niks. Ja, als je weg moet, goed aankleden. Ja. Ik hoop dat het vandaag nog wel eventjes droog wordt. Dat ik er alsnog er wel eventjes tussenuit kan. Eventjes frisse neus halen, boodschappen doen. Moet nog weer even geld halen. En dan boodschapjes doen. Maar ja, eerst moet dat weer tot rust komen. Want ik heb net gewassen en gezalfd. En dan is het weer gevoelig omdat je eraan bent geweest. Kijk, gisteravond deed het op een gegeven moment geen pijn meer. Dan kon ik gewoon weer mijn vest dicht hebben en al. Maar het is nou weer gevoelig. Maar het komt wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van je dag. Met hetgeen wat je ook doen mag. En ga ervoor. Ja, met hetgene wat jullie willen doen. Ik zou zeggen, tot later. Misschien vanavond. Ik zie wel. Ja, kijk, nu is het allemaal nog met dat soort tropen eraan. Nou, die takken moeten leeg. Dus wie weet, hè? En daar hangen nog een paar klokjes.
Dan ga ik nog wel een missel toe. Nou, hier zijn de slingers al uit, maar dan moeten de balletjes nog uit. Maar ja, als eerst die slingers er maar uit zijn. Want het zit er helemaal omheen gewikkeld en gedaan. Dus ja, dan komt dat wel goed. Dat takken laat ik toch weer hangen, zoals vorig jaar. Dat wouden we graag, dus we blijven gewoon hangen. Nee, gelijk sfeerverlichting, weet je. Dus ja toch, gelijk sfeerverlichting. Tot later, dus. Doei, doei. Hè, hè. Ik heb 3 takken liggen, ja. 3. Boven de televisie. Naar die gekke hoek toe. En die. Die hek leeg. Dus nog 2 te gaan. Maar die heb ik alle 3 achter elkaar gedaan. Dus ik ben het even zat. Ik ga even een bakje koffie maken. En eventjes iets anders doen. Ja. Ik bedoel, deze 2 takken en de rest kan ik morgenmiddag wel weer doen. Morgenochtend even boodschappen. Morgenochtend eerst even ergens anders toe. Om 11 uur moet er wezen. En als dat daar klaar is, ga ik gelijk doen met boodschappen doen. En dan, als ik terugkom, koffie. En daarna de rest weg. En die takken weg. Naast de kast hangen er ook nog die takken. En dan is, soms vergeet ik nog wel eens wat, hè. Buiten de takken nog, die laat ik hangen. Maar qua gewoon echte kerstspulletjes, zoals een balletje, een ander dingetje, weet ik veel wat. Vergeet ik dan wel eens, ja. Ik heb hier wat leggen, geloof ik. Even zien. Dat had ik er net wel in mijn handen, maar nou ben ik dat weer even kwijt. Ik zet jullie even neer en ik ga eventjes op onderzoek uit waar ik dat nou heb gelaten. Of heb ik er wel op geruimd? Nou is dat deze gekke slinger met al die kometjes erin. Heb ik ook ooit eens een keer per ongeluk laten hangen? Nou ja, dan laat je het ook gewoon maar hangen. Je haalt het dan niet weg. Bekijk het maar. Maar ik had ook nog sliertjes met witte klokjes eraan en een zilver strikkie. Ga ik nou in het wc hangen? Misschien dat het er nog wel hangt. Ik weet het niet eens. Maar in ieder geval, dat heb ik ook. Dan hang je dat ergens op een plekje neer. Waar je wel kerstversiering wilt hangen. Maar het is zo'n soort verborgen hoekje in je kamer of zo. Of wat dan ook, of in je gang. En je loopt het dag in dag uit langs. En toch zie je het niet. Vreemd, hè? Ja, dat. Maar ik ga nu eventjes lekker eerst een bakje koffie maken. En morgen, als ik dus weg ga, neem ik jullie niet mee. Dit keer. Omdat ik ergens naartoe moet waar sowieso niet gevlogd mag worden. Maar ik wil dan ook eventjes, het mag gewoon daar niet. Dus ja, dan neem ik jullie gewoon ook niet mee. Het mag niet, dus ja. Het is tevens een beschermd wonenproject daar ging. Ja. Ik rijd er wel als ik de stad in ga, bijna dagelijks langs. Maar nee. Daar moet ik even voor een gesprek heen. Kijken hoe dat uitdraait. Hoe dat verlopen gaat. En voor de rest, ja, dan is het even snel boodschappen doen en dan ben ik er weer. En meld me gewoon als ik er weer ben. Ja, simpel, kan ook. En daar is nog het prinsesje. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder nog van jullie namiddag. Ja, het loopt alweer tegen 5, hè. Gewoon, ja, 6:30 is het. Nee, lieg, 4:30. Ja. Sorry, mag niet liegen van mijn moeder. Maar ja, oké, toelidokies. Hallo lieve vrienden, een hele goede avond. Het is 7:50. Het is, wat voor dag is het vandaag? Dinsdag, de 24e. Morgen is het 11 maanden geleden dat mijn geliefde man is overleden.
En ja, ik heb dus gisteren een tatoeage op mijn borst laten zetten. Ik vraag me af wanneer die lichtjes uit mijn bril weggaan. Maar dat gaat niet. Nou, ik kan er niks aan doen. Ja, er zitten lichtjes in mijn bril. Punt. Klaar. Ik heb hem op mijn borst. Jullie hebben hem geloof ik al wel gezien. Ja? Ja, ik ben wel gekleed hoor. Echt wel. Maar ik hou even wel wat vast hier. Ja. Mijn hondje heeft al eten gehad. Ik moet nog. Ik ben druk bezig met de keelversiering weg te halen. De ballen heb ik net allemaal ingepakt. De gouden die in die tak allemaal hingen. Ja, dat... Dat is allemaal leeg. Enkel ik moet die klokken die daar nog hangen. Die draaislingen, die moet je altijd draaien. En die moet ik ook weer terugdraaien. Dat is heel geharnis. En dan voorzichtig om een dingetje heen rollen. Om een... ik heb van papier heb ik gewoon van een velletje papier heb ik dubbel gevouwen. Dat opgerold, met plakband vastgemaakt. Dus dat je een stevig rolletje hebt. Daar rol ik het omheen en dan komt het in een kokertje waar lampjes in heb gezeten en dan wordt het zo opgeruimd. Dan hangt nog mistletoe, dat kan met ladder en in de gang hangt enkel nu nog verlichting. En ook een klok voor het raam boven de buitendeur. En de rest is ook al weg, de wc is zover ik weet leeg, want ik zag niks meer hangen. Dan enkel uit het ding aan het plafond, dat is ook al weg. Dat ligt in de bak waar de kerstballen in zitten. Dus het begint eindelijk op te schieten. Ja, en buiten nog, maar daar heb ik hulp voor nodig. Kan ik niet in mijn eentje. En met dit weer al helemaal niet, want het stormt. Je stormt uit je kleding vandaan. Ja, verdorie. Ben ik al dus vanochtend weg geweest en ik heb boodschappen gelijk gedaan ook. En ik denk, dat hoef ik niet weer, weet je. Gelijk alles in één keer, hopla, en dan naar huis. En mijn hondje die lag ook alleen met zijn kap op, dus zodra ik dan thuis kom, dan is het kap af en dan kan hij zijn gang weer gaan, ja. En jullie hebben de boodschappen gezien, dus ja, dat weten jullie allemaal. En dan ga ik mijn eten opwarmen, want ik heb nog wat over van gisteren. Ja, ik weet het. Oh ja, en ik moet de emmers even nog omspoelen, want ja, er zit nou glitter in. En dat spoel ik dus even nog om. En ik had mais. Dus dat is lekker. En hoe heet dat geest? Ik vergeet altijd die naam. Oh. Het is geen gehaktbal. Maar het moet rauw blijven van binnen. Ja, het moet rauw blijven. Dus ja, komt allemaal wel goed. En dat is dus eigenlijk niet rauw meer, want dat zit nou in de soepan. Maar gisteren had ik dat het rauw van binnen was, nog rood, weet je wel. Maar in ieder geval, maakt niet uit, ik vergeet toch altijd hoe dat heet. Als het maar lekker is, zeg ik dan, ja. Dus dat ga ik eventjes klaarmaken, dat is kan ik het opeten. En dan ben ik ook weer klaar voordat het goede tijden, slechte tijden begint. Dat ik zeg, lieve vrienden. Een hele fijne avond gewenst. Een liefdevolle avond. En ja, geniet van elkaar. En ben je alleen, kun je ook nog genieten. Want dan geniet je van de dingen dat je gaat doen of zo. Hé, je diertjes, geniet dan van je diertjes. En mijn haar, dat zit ook weer perfect, maar niet heus. Doet er niet toe. Maar ik geniet van mijn diertjes. Zelfs mijn hondje daar ook ligt. Hè. Ja, die ligt daar zo lief. Hé, kereltje? Ja, hè. Mijn kereltje is lief, hè. Ja, ja. Mijn kereltje is lief. Ja, dingen doen, hè? Ja, lieve vrienden, dat ga sluiten. En we zien wel wat er weer van komt. Tot later. Doei, doei. Ja, een hele goede morgen. Het is woensdagochtend. Het is 10:10. Ik moet om 11:00 ergens anders zijn. Ik ben nog niet eens wakker. Maar ja, ik heb weer zoals gewoonlijk
bijna niet geslapen. Maar het maakt niet uit, we gaan gewoon door. Ik zoek. Nou ja, iets nou is. Ja. Hup. Eigenlijk alle drie zo'n beetje bij elkaar, hè? Ja. De ene zit zich te wassen, alsof je visite krijgt. Hé? Ja. Nou, gelukkig maar niet, nee. Geen zin in visite. Maar, let op. Ik draai jullie weer om. Ik hoop dat jullie het allemaal kunnen zien. Leeg, allemaal leeg, allemaal leeg. Behalve de klok hangen nog. De draaislinger hangt nog. De mistletoe hangt nog. Die is ook zo goed als leeg. Maar dat blijft zo. Want ik bedoel, een maantje en een sterretje heeft niks met de kerst te maken. En een engeltje eigenlijk ook niet. Geen ergens symbool staan. Zoals mijn mannetje en mijn schoonmoeder. Ja. Nou, dat hangt er eigenlijk nog in. Dus. Dat vind ik helemaal niet erg om dat erin te laten hangen. Jullie wel? Dacht het niet, hè. Nu. Nee hoor, nou, en dan ligt er op de eettafel weer het een en het ander. Nou ja, dat moet ik ook allemaal nog opruimen. En dus, ja. Ook allemaal kerstdingetjes. Dat komt goed. Nou, en die takken hangen er dus nog, hè. Maar ook dat komt goed. En uiteraard de kersttakken, de kerstkaarten bedoel ik. Want dat deed mijn moeder vroeger ook. Dat liet ze zelfs in februari nog hangen. Dat ruimde ze pas eind februari op. Dat is ook zo'n beest. We deden dat vroeger altijd een wedstrijd. Ja, wie deed dat nog meer? Tussen de ouders en de kinderen. Meestal ging dat dan tussen moeder en dochter. Maar ja, ik heb laatst ook gehoord dat er zijn zoon met zijn vader deed. Want dat waren hun hobby dan weer. En wie het meeste kaarten had met de kerst. Wie de meeste kaarten binnenkreeg. Dat zou ik best wel eens willen weten van jullie. Zet het even hieronder neer. Ja, onder deze vlog. Vind ik leuk. Maar ik zal mijn hondje binnenlaten. Ik zou zeggen, een hele fijne dag en geniet ervan. Hé, meneertje. Hé, meneertje. Lekker zien. En daar hebben we ons prinsesje. Had jij dus, man? Ja, je krijgt zometeen schoon water. Vrouwtje had boodschappen gedaan. Ja, een tas vol. Ja, en dat... Ja, ik heb weer snoepjes gekocht voor Keel. Dat is altijd lekker fris. Vleeswaardjes. Daar staat het. Ik kan het zelf wel lezen. Kipfilet. Gebraden kipfilet. Ja, ik ben er gek op varkenslever. Ja, ja, gebraden gehakt met groenten. Wie lust dat niet? Ik wel. Dan hebben we, en dat is ook lekker fris, zure zult. Ja. En dan hebben we slavinkjes. En dan hebben we Gelderse schijf. En dan hebben we een kipburger, twee stuks, ja. Dan hebben we boerencarbonade. Lekker. Ook twee stuks, ja. En zo hebben we veel meer. En kijk eens allemaal in de aanbieding. Ja, ja. Denk ik sla in. Beefburger. Nee, een cheeseburger. Een beefburger. Wat was dit ook alweer? Twee keer een hotdog. Twee keer een broodje frikandel. Dus dat daar maar even. Nou ja, vleesbakken moet je ook. Nou ja, daar zijn we gezond mee, speciaal. Ja. Goed voor je hart en bloed, vaten, weet ik veel. Nou,
zometeen voorbij de koffie. Dus de enige keer wanneer ik zoetigheid echt eet, dat is één keer in de week, neem ik dat mee. Nou, vrijdag aan de kruidenzuurkool. Ja. Moet ik nog zuurkoolspek halen. Nou, voor mijn pruik op mijn hoofd, haarlak, ja. Ik heb voor mezelf, als ik alleenig ben, zuurkool meegenomen. Want dan is een klein zakje, dat is eigenlijk in principe nog te veel. Maar dan heb ik twee avonden, joh. Blijf leggen. Nou ja, en mijn hondje, hè. Ja, even mijn hondje. Even verwennen. Ja, dus die krijgt zo meteen. Nou, ik eet vanavond sowieso erwtensoep. En zo'n, ja, een van die broodjes, weet ik veel wat. En dat gaat de koelkast in. Ja, die zet ik even hier neer. En dan nog een zak katten eten. En een kattengrit voor de kattenbak. En ja. Dan is alles. Zometeen even opruimen, allemaal. En even een bakje koffie. En dan hoef ik verder vandaag de deur niet meer uit. En ik zal jullie vertellen. Het is niet koud. Het regent niet. Maar stormen. Nou, ik kon mijn stuur amper houden. Ik moest echt op mijn stuur hangen van de scootmobiel. Nou, ik denk halleluja. En toen zag ik er nog een rijden. Maar dat was een heel ander soort scootmobiel. Die had een stuur zoals een brommer heeft. En die persoon die erin zit, ja, die is ook een aantal kilo's, maar ook veel kilo's zwaarder dan dat ik ben. Dus was ook een hele gigantische booster, zoals wij dat dan noemen. Zelfs die vrouw die moest erop hangen. Ik denk, oh, je hebt toch ook je gewicht al mee? Ik denk, ja, je kan er wel niks aan doen als je zo bent, want ik kan er wel. Maar, ja. Ik denk, hoe zwaarder jij bent, des te meer gewicht jij hebt, des te stabieler je op de weg bent. Maar, kennelijk niet. Maar ja, dat zag je ook aan die vrachtwagens. Die de vorige keer om zijn gewaaid door die storm. Dus ja, dat kunnen wij ook meemaken. Maar ik bleef gelukkig op drie wielen rijden. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En ik spreek jullie later. Doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden. Daar waren we weer. Het is donderdag. Middag, ja, ik geloof dat ik even terugzoomen moet. Ik weet het niet eens. Ik had ingezoomd. Nee, terug. Zo. Nou, dan moet die goed zijn, toch? Ja. En daar zit nou die rode. Gekeesje. Ja, ik heb nog steeds ingezoomd. Zie je dat? En wel niet terug. Hij is zo dichtbij. Nou, sorry Balori. Ja, ik hoop dat het goed is. Even zo. Ja, het is donderdag. Het is een rotdag. Het is de 25e. Vandaag is mijn mannetje 11 maanden weg. Maar ja, een hoop die zeggen van doorgaan. Dat doen we dus ook. Kijk, en hier had ik het van de week over. Die sliertjes met die klokjes eraan. Dat ik dat altijd vergat om op te ruimen. Dat bleef altijd jaren hangen. Ja. Iedere keer vergeet je het weer. Maar nou dus niet. Nee, het wordt nou wel opgeruimd. Dus ja. Ik was alweer bezig. Ik had de trap alweer in de kamer staan. En dan blijft hij ingezoomd, hè? Gek is dat. Hij wil niet terug. Zo is het inzoomen, zo is het uitzoomen. Maar het is net alsof hij nog ingezoomd blijft.
Voor mij dan. Maar ja, wie ben ik? Die trapt hier zo dichtbij. Maar in ieder geval, daar ligt mijn hondje. Nou, ook die ligt te dichtbij. Zover dichtbij ligt hij nooit. Nee, hij ligt altijd verder weg. Maar in ieder geval. Ik ga aan deze kant door. Mijn huishoudelijke hulp is boven bezig. Ik ga met andere klusjes bezig. Die zij weer niet doet. En hey, rooie. Ja, in de grote kop. Ja. Maar in ieder geval, het is knap weer. Het waait wel heel erg hard. Want de deur die vloog uit mijn handen. En, maar het is wel knap weer. Ja, en er wil er eentje in. Die kleine zwart-witte wil erin. Dus die zullen we er ook in laten. En ik zeg, tot later op deze dag. Maak er wat van. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. We zijn er weer. Ja, ik neem jullie eventjes mee. Ja, ik ga eventjes snel de stad in. Even naar de Xenos. Want ik kom op bergboxen tekort. Ik moet even zien dat ik een op bergbox krijg voor de kerstspullen. Ja, eentje was kapot gegaan vorig jaar en die heb ik weggeknikkerd. Weg ermee, wat heet een kapot spul. Dus ja, dan kom ik dus een op bergbox tekort. Dus we zullen even bij Xenos kijken. Oh, sorry. Ik kreeg een schok door mijn arm. Even kijken wat ze daar kosten. En anders hebben we de Vibra nog of Zeeman nog of wat dan ook. Maar gaan we daar even kijken. En dan weer snel naar huis. Ik zal mijn hondje nog eventjes zijn kap omdoen. Ja, en daar heb ik twee handen voor nodig. Dus ja, wasjes. Even twee handjes ervoor nodig. Zien jullie mijn hondje? Ja, die moeten jullie wel zien. Ja, dat... eventjes de kap om, hè kereltje? Ja, nee, niet wegduiken. Even meehelpen. Goed zo, oortjes goed. Kusje. Goed zo. Dus ja, dan weten jullie het, lieve vrienden. Oh, dat is mijn scherm met mijn camera waar ik voor zit. Ja, sorry, anders kan ik het niet pakken, hè. Nee. Zo dan. Dus ik neem jullie even mee de GoPro mee. Ja, dat is dit dingetje. Heel klein, een baby kan het vasthouden in het handje. Is leuk, ja. Heel klein dingetje. Nou ja, en die gaat op mijn scootmobiel dus in zijn huisje. En zo neem ik jullie dan mee. Ja, leuk toch? Ja, vind ik wel. En wat doe ik met mijn mobiel dan? Wat denken jullie? Pokémon Go spelen. Ja. Ook dat doen we. Ja, ik ben een gek mens wat dat er gaat. Maar ik zou zeggen, tot straks en geniet van de rit.
Dag mijn lief hondje. Ruitje weer thuis? Ja, ik ben weer thuis. En ja, ik had jullie meegenomen eventjes snel de stad in, even naar de Xenos. En denk daarom, ik maak geen reclame. Ik maak reclame, maar ik kreeg er geen geld voor. Nee, twee keer niks. We gaan niet vechten hier. En ja, ik moest dus een curvebox halen. Nou, ik dacht dat ik geslaagd was, ja. En ik heb altijd boven op mijn nachtkastje, hadden wij altijd van die waterflesjes staan, die je gewoon bij de wat voor supermarkt dan ook kan kopen met water erin. En kunnen niet die leeg is, dan tap je er zelf wel water in uit de kraan. Maar die flesjes die gaan, ja, meuren. Dat drinkt niet lekker. Dus wat heb ik gedaan? Ik werd eventjes een mooie drinkersfles gekocht. Ja, die, hoe gaat dat ding open? Ja, dan heb je weer twee handen natuurlijk nodig. En dat heb ik niet. Dat hou jullie vast. Ja, nou, ik doe het even tussen mijn benen. Vind je het goed? Kijk, geen drinkstuitje. Ja, en dat is een gaatje voor lucht. En dan gaat het pennetje weer in die daarop zit. En daar kun je aan drinken. Nou, ik heb het prijsje er net eraf gehaald. Dus ja, dat wordt even schoongemaakt, want dat is zo niet lekker natuurlijk. Dat moet hier schoon. Dus is niet hygiënisch. En ja, ik zei voordat ik wegging, van ik speel met mijn mobiel ook Pokémon Go. Nou zullen misschien een heleboel wel weten wat het is. Maar ook, denk ik, heel veel mensen van niet. Nou, moet je even wachten, even... Zo, nou dan ga ik Pokémon Go opstarten en dan is dat dat dingetje, nou dat gaan we eventjes dat proberen. Zo, leuk schermpje. Nu is hier het laden. Oké. Kan jullie het lezen of niet? Ik zie dat niet, hè? Ja, nou is duidelijk. En dan klik je op oké. Dat popje, dat ben ik. Die diertjes, dat zijn allemaal Pokémon's. Ja, nou, dan is het eventjes draaien. En daar zit er een. Nou, dat is een houthout. Ja, en hij is 464 punten waard. Nou, dan heb je daar een bal. En dan probeer je hem daarmee te vangen. Nou, dat was mispoes. Ik neem even een besje of een, ja, een banaantje. Maakt niet uit, dat vinden ze lekker. Ja, ik heb hem. Tenminste, dan moet het ook nog zo wezen dat hij erin blijft. Kijk, hij ontsnapt weer. Nou, dan pak ik even een andere bal. Die wat sterker is. Hup, nice, zeggen ze. En dan vliegt er weer aan, wat een kring. Ja, daar heb ik nog maar 8 ballen van. Maar het is koud buiten. Ik ben blij dat ik weer binnen ben. Ik heb mijn vest maar aangetrokken. En nou heb ik hem zo te zien. Katje, zeggen ze. Zie je wel? Nou, oké. Nou, dan ga ik hem naar de professor doen. Krijg ik weer een candy ervoor. Zo, nou, en je ziet, er zijn al veel meer. Maar dat ga ik nou niet doen, want ik heb daar gewoon geen tijd voor. Nee, hij moet opnieuw geladen worden. En dat duurt alweer eventjes. Maar doet er niet toe. Ik heb er weer eentje gevraagd. Oh, daar komen ze alweer. Zie je wel? Nou ja, dat is een vogel. Hier hebben we een rat. En daar nog een ander gebrocht. Weet ik veel hoe ze allemaal heten. Ik weet ze niet uit de naam. Daar zijn, is er nog één. Daarom zeg ik, ik kan ze niet van naam. Hé, ik ben heel dicht daarbij. Hoe doen we dat? Ik ben te ver van mijn huisje af. Jo. Ik ben te ver van huisje af, daar hoor ik niet. Ik hoor daar te staan helemaal en ik sta hier. En ik hoor daar te staan in dat vakkie. Ja. Dat is
Want hier al, hey, daar al. Bij die daar al. En dat is bij de FOMAR, volgens mij. Dat zeg ik. Ja. Daar is de FOMAR. En daar... Maar oké, ik sluit hem weer. Zo. En dan gaat hij uit en dan gaat hij in de lade leggen, want ik heb niet zoveel er meer in zitten. Nee. Dat, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog van je middag. Het is donker, het is koud. Ik doe zo wel even lichtjes aan, dan maakt het een beetje gezelliger tijdens je werkzaamheden. Dus ja, ik ga er weer voor. Ik ga eerst nog een bakje koffie maken. Ik heb dorst. En daarna gaan we verder. Ja, dan gaan we zorgen dat de troep opgeruimd is. Voordat het... Nou ja, in ieder geval voordat morgen is. Ja. Want anders wou een andere vriendin, die wou ook komen morgenmiddag. Nou, ze mag komen, maar die wou dan helpen. Nee, ik wil dat niet. Blijf van mijn kerstpullen af, zeg ik dan. Dat is mijn ding, ja. Ik ben bang dat hun het per ongeluk zullen breken. Nou, er zitten spullen bij die mijn dierbaar zijn. Ja, en dan wil je dat niet hebben, hè. Nee, wil je dat niet hebben. Nou, lieve vrienden, tot later vanavond. Haaijutjes, doei. Hoe vinden jullie dat leuke krukje? Ga ik boven nog staan. Ja, het is een uilenstoeltje, laat me zeggen. Ik heb het ooit in het verre verleden gekregen. Ja, daar kun je doorheen kijken, door die oogjes. Ja, kun je doorheen kijken, ja. Maar wat kan je nog meer? Let op, we pakken het oortje en we kiepen hem zo naar beneden. Ja, dan kan je er dus niet meer op zitten, maar je kan er wel dan bij wijze van spreken onder een salontafel of wat dan ook zetten. Ja, en dan heb je toch nog weer een stoeltje erbij. Of je zet hem voor de sier in een hoekje waar ik nog bezig ben. Nou, en dat is daar ook klaar, de takken zijn daar weg. Die andere takken liggen hier nog op tafel, die ken ik, die hing daar. Maar ik heb daar nog een plekje over en daar hing een tegeltje. En dat tegeltje kan je nog even nergens vinden. Nee, maar ik ga nou het hoekje lekker eerst opruimen. Eerst weer alles neerzetten. En dan ga ik die takken ontdoen van de ballen en de slingers. En dat ruim ik op. En dan kan die takken in de groene container. Dus ja. En dan vanavond die muur verder doen. En dan is het vanmorgen klaar. Ja, dan ben ik klaar. Enkel buiten nog, maar dat komt de andere week, want dan krijg ik hulp bij. Dat is al afgesproken. En ik zie er niet uit, maar dat boeit me lekker niet. Zo, ben ik weer. Ja, dat... We gaan gewoon door. Af en toe even pauze nemen, want mijn rug en mijn knie... je wilt niet weten. Maar ik ga door. Ja, moet af. Ik wil eraf zijn. Klaar, weg ermee. Maar in ieder geval... Dat als het helemaal klaar is... Laat ik het jullie weer zien. Op buitennaam, want dat komt andere week pas. Ja. Maar het komt goed. Ze zeggen het tot vanavond. Doei, doei, doei. Zo, en ik heb het weer helemaal zoals van ouds. Ja, ja. Mondje lekker liggen op de bank en televisie aan, de kerstversiering, allemaal opgeruimd, behalve de takken. Maar zoals ik al zei, heeft met mijn idee niks met kerst op zich te maken. Maar we vonden het allebei gezellig en leuk staan. Ja, dat gelijk sfeerverlichting, zeg ik dan. Enkel mijn sneeuwlamp. Die sneeuwvlokken laat zien op de vloer als je hem aandoet. Moet eigenlijk nog weg, maar zoals die lamp gebruik ik eigenlijk nooit. Dus ja, ik denk ook bij mezelf, laat hem gewoon hangen, ja. Ik hoef hem niet te gebruiken. Als ik groot licht aan heb, dan is het hier boven de eettafel, dat ding. Nou, daar lampie.
Ja, ja, dat blauwe, dat is een gedicht van mijn jongste dochter. Dus die blijft daar mooi hangen. Het plekje van mijn mannetje weer. En ik had de uitnodiging, dat is een beetje te groot. Ik had hem kleiner. Die moet daar even weg. Ik maak er zo'n boekje van. En komt die erbij te hangen. Dat is zo, weet ik veel. Dat moet daar ook nog weg, want dat is mijn tattoo. Dat moet zo. Dat is de rouwkaart. Dat is het bedankkaartje. Dat is de uitnodiging voor het uitstrooien. Dat was zijn eigen gedicht. Dan moet ik mijn stok even hebben. Dan laat ik jullie dat even lezen. Want het is een waarheidgedicht. Ja. En ik hoop dat jullie het kunnen lezen, hè. Het heet Vooruit. Ja. Zo niet, dan maak ik er een foto van. En ik heb hem ook wel op mijn pc al. En dan zet ik die er overheen. Zo simpel als wat. Die kaart had hij ooit van mij gehad. Nou, dat wou hij laten hangen. Dus ik laat het ook hangen. Dat wou hij toen graag. Zijn foto heb ik al in een andere lijst weten te zetten. En dus, nou, zijn tattoo die ik op mijn lichaam heb. Ja, dus de rest, gewoon weer... Al vanuit zijn al een paar dingetjes wat ik op moet ruimen. Enkel dat bakje is niet van mij en dat is voor een ander. Ik heb een nieuwe waterfles gekocht. Ja, ja, ik haal er nog een van de week, zaterdag of zo. Want, dan heb ik er boven ook een. Jo, goed hè. Deze is voor hier. Maar ik neem vanavond wel mee naar boven als ik te bed ga. En wat denk je wat? Doek om mijn spiegel bij mijn dierbare hoekje. Een nieuwe streng verlichting. Ja. Hij doet het wel. Maar ik zag wat. Er was weer een lampje kapot. En ik kijk even verder dat mijn neus lang was. Ik dacht dat die gewoon kapot was. Nee. Is het glas ook eraf? Welke moet ik hebben? Die. Nee, ook niet. Ja. Nee, die ook niet. Ik moet even zien. Die. Het glas is eraf. Ja. Nou, dat vind ik een beetje gevaarlijk. Dus, er zitten nieuwe lampjes aan. En die ga ik morgen wel even vervangen. En dan is die morgenavond gewoon weer aan. Ik heb hem net uit. Ja, nou, kijk. En ik zoek iemand... die voor mij, want als jullie zien, dan staat dat lampenkapje, die, achter die engel, die staat scheef. Rechts, die staat wel goed. Maar die fitting van die linker is kapot. De fitting, het hele draaimechanisme daar van binnen, weet ik veel. Moet eigenlijk nieuw. Mannetje Lief zou dat doen. Maar, ach ja, als je er niet meer bent, kan ik het moeilijk nog gaan doen, hè? Ja. Dus in het huisje, dat staat in Friesland. Ja, in de achterhoek van Friesland. Achterband, denk ik. Dus de Friese. Opgelet. Daar is mijn heid geboren. Ja, ja. In dat huisje. En dus, ja, lieve vrienden, dus jullie zien het. Ik heb het weer al van oud, enkel dat stoeltje, heb ik gezellig daartussen gezet met een zijden plantje erop. Mocht ik te weinig stoelen hebben hier beneden, dan is het plantje op tafel en ze kunnen erbij zitten. En dan heb ik hier onder de salontafel nog een krukje. Ja. Daar ligt meestal ons prinsesje op. Ik weet nou niet eens waar ze is. Daar ligt die andere. Oh, ze zit water te drinken. Mijn prinsesje zit water te drinken. Hé, ja nou. Ja nou. Ga je weg, meis? Nou, ook goed. Dat ja, ik ga nu even lekker niks doen. Ja, hobbyën. Ik ga even hobbyën, ja.
En dan eventjes genieten van mijn diertjes, even hobby, even op Facebook, eventjes naar YouTube. Ik moet de vlog voor vandaag nog op mijn computer zetten. Ja, misschien morgenavond dat ik ermee bezig ga, ik weet het niet, want ik krijg morgen ook weer visite. Mijn pleegzusje komt weer en die blijft ook weer eten. Er komt nog eentje, ook een schat van een vriendin, ook zo wat een zusje van me. Nog even heb ik allemaal zusjes, ja, allemaal zusjes. Dat die zou ook even komen, dus ja. En dan zullen we nu er een eind aan breien, ik zou zeggen. Een hele fijne avond. Voor straks wel rusten. En gezond weer op. En tot morgen. Doeg.